Dit zijn de beelden van de dag met de ontsnapping van 7. Ontsnapping van 7 die heel mooie scenario kleurde. Na de passage in de polders met de langste kasseistrook van de dag kregen we een nieuw gevormde kopgroep. En kregen we uiteindelijk 9 man die dan het mooie weer maakten. Maar die 9, ja, hadden een mooie voorsprong. Maar uiteindelijk was er geen kruid gewassen tegen dat jagende peloton. Waar Aqua Blue zich eigenlijk een beetje afzijdig heeft gehouden. En dan was er dit moment. Bij de laatste passage op de Brievensweg. Verdorie toch. De ketting om zeep van de wereldkampioen veldrijder Wout van Aert, de winnaar van vorig jaar. Die op die manier helaas zijn kansen niet kon verdedigen. De sprint. Aangetrokken door Mathieu van der Poel voor Marcel Meijzen. En Van der Poel deed dat goed. Maar Meijzen, ja, die kon dan eigenlijk niet bevestigen of doortrekken tenminste. Kijk goed waar Adam Blythe zit. Daar de man in het donkerblauw zit daar nog in het spoor van Hofstetter. Gaat duikt nu naar links. Zometeen knal. Hofstetter dan naar rechts. Dan gaat Vermelvoort mee in het oranje op links. En Adam Blythe komt er op deze manier heel mooi uit. En pakt zijn eerste succes in 2 jaar. Heel goed gedaan, knap gedaan. Zijn moment goed gekozen. Hodge, die dan nog zat te vloeken. En dan het feestje bij Aqua Blue.